De parlementaire delegatie van de Republiek India is van 27 tot en met 31 augustus op werkbezoek in Suriname. Het gaat om een parlementaire uitwisseling. Het is de bedoeling dat met de Nationale Assemblée een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. De Indiase parlementaire afvaardiging zal ook een bezoek brengen aan president Chandrika Prasad Santokhi. Met het staatshoofd zal van gedachten gewisseld worden over hoe de bilaterale samenwerking op diverse gebieden kan worden geïntensiveerd. Er zullen ook intentieverklaringen worden getekend tussen de Indiase parlementaire delegatie, ministeries en instituten. Ook zullen de bezoekers verschillende historische plekken in de binnenstad van Paramaribo, Nikeri, Saramaka en Kommewijnen bezoeken. Ze zullen daarnaast ook een bezoek brengen aan staatsolie.